De tafel van 2. 1 keer 2 is 2. Nu gaan we een stap naar beneden. En een stap naar beneden is verdubbelen. 2 keer 2 wordt dus 2 erbij 2. En dat is 4. We gaan weer een stap naar beneden. Dus weer verdubbelen. 2 keer 2 is 4. We gaan het verdubbelen. 4 erbij 4 is 8. Dus 4 keer 2 wordt 8. We gaan weer een stap naar beneden, dus alweer verdubbelen. 4 keer 2 is 8. Dus om achter de uitkomst van 8 keer 2 te komen, gaan we de 8 verdubbelen. 8 daarbij 8 is 16. Nu willen we 3 keer 2 uitrekenen. 4 keer 2 is 8. Dat weten we. Een stapje terug en in het schema naar links is eraf 2, want we rekenen met de tafel van 2. 8 eraf 2 is 6. 3 keer 2 is dus 6. Nu gaan we weer een stap naar beneden, dus verdubbelen. Het dubbele van 6 is, 6 erbij 6, is 12. We gaan naar de rechterkant. Want wat is de uitkomst van 5 keer 2? 4 keer 2 is 8, 1 stap verder, dus 2 erbij. 8 erbij 2 is 10. We gaan naar beneden, 10 keer 2. Dubbele van 5 keer 2... En dat is 10. Dus 10 erbij 10 is 20. 10 keer 2 is 20. We gaan een stap naar beneden, naar 9 keer 2. 10 keer 2 is 20. Eén stapje terug, dus nu 2 eraf. 20 eraf 2 is 18. En de laatste stap, 6 keer 2 was 12. Nu gaan we één stap verder naar beneden. Dus 7 keer 2, dus 12. Erbij 2 en dat wordt 14.